Er is niks mis mee om mensen, weet je, mensen met een achterstand te helpen, weet ik wat allemaal. Maar die hele strijd tegen racisme, dat is één grote karikatuur geworden. Trouwens, soms loopt er iets vast. Dat moet u ons maar niet kwalijk nemen, want we zijn nog aan het experimenteren. Oh, we krijgen nog even dit. Een bumper. Laat hem maar staan, die bumper. Een jongen uit de Jordaan, uit de tijd dat het nog redelijk arm was, de Jordaan, ja. Eigenlijk heel erg arm. Regisseur van, sociaal realistisch, maar vooal humoristisch drama. Ja, het varieert. 100 landen bezocht, keer terug, komt, is niet uit die Jordaan te slaan. Ja, nee. Wil er altijd naartoe terugkeren. Ja. Als het mij financieel lukt om te blijven wonen, dan blijf ik er ook wonen. Bij ons thuis sliepen er altijd heel veel hippies op de voet met lange haren. Moesten overheen stappen, weet je, waarom we gingen met de magic bus naar Nepal en veel blowen. Het soort rechtsstaat waar ik in wil leven, neemt niet het leven van een gevangene. Ja, ik vind ook sommige dingen, zeker geweldsdelicten, mogen veel strenger gestraft worden. Ik vind dat mensen soms klaar zijn, die zijn zo misdadig, die zijn zo tegen, dat ik vind dat wij ze ook niet meer... Ja. Dat geven ze dan zelf aan ook, dat wij ze niet meer in leven hoeven te houden. Dat zou ik toch ze die gratie geven die ze niet verdienen. Nee, ik niet. Sorry, ik ben wat dat betreft gereformeerd en streng. Heb jij nooit om eens een keer een wapen te grijpen? Ik ben zo blij dat we geen wapens mogen dragen, want ik zou hem veel te vaak gebruiken. Zou zo'n film nog gemaakt kunnen worden, denk je nu? Nou, over het christendom wel. Ja, maar kan er zo'n film The Life of Mohammed of The Life of Allah gemaakt worden? Uiteraard niet, natuurlijk. Uiteraard niet. Het kan alleen maar in een maatschappij die sterk is en zelfvertrouwen heeft. En waar men het idee hebt dat je de burger zijn gedachten vrijelijk kan laten lopen over allerlei zaken van maar staat. Maar dat hebben wij hier toch? Dus dat hebben we niet meer? Hier? Nee. Hier niet. Nou, in mindere mate natuurlijk. Omdat er toch een soort rechtsreactionaire religieuze stroming is die de islam heet, waar dat een stuk moeilijker ligt, ja. Ja, ik wil niet zeggen dat je met Arabieren niet kan lachen, want ik heb veel in mijn maar niet over dit soort zaken, ja. Het is altijd heel erg spannend als je een comedy maakt, wanneer lacht het publiek. Mensen aan het lachen maken is gewoon heel erg moeilijk. Een verhaal verzinnen is niet zo heel moeilijk, maar verzin maar eens een mop. Laten we zeggen, de orthodoxe islam wordt niet door een probleem gezien. Niet als een probleem gezien door, pak een beetje natte vingerwerk, door 75% van de mannen in de islamitische wereld, 50% van de vrouwen in de islamitische wereld en een stuk of paar duizend academici in de westerse wereld. Door de rest van de wereld wel. Ja. Bijvoorbeeld, als je niet een lesbische Chinese vrouw bent, mag je het niet over de moeilijkheden van lesbische Chinese vrouwen hebben. Alsof je als mens geen empathisch vermogen hebt. Is dit niet wat jij nu schetst, hè? Dat hele politieke correctheid? Is dat nou niet iets wat vooral bij links enorm vaak veelvuldig voorkomt? Nee, bij een bepaald soort links. En dat is heel vaak het regressief links. Nou, een bepaald soort links, vaak ex-christenen, die vaak uit dorpen komen, die hebben vaak zelf heel weinig te maken gehad met mensen van een andere etniciteit. Dat zien ze als iets heel erg exotisch. Dat zien ze toch als een soort Serengeti. Als een soort diersoort die beschermd moeten worden. En wat heel erg speelt bij het post-christelijk gebeuren is dat ze hebben een schuldobsessie. Ze hebben van God achter zich gelaten. Maar schuld is een morele valuta. En doordat je dat kan inlossen, dat je dat zo kan beleiden, dan kan je tot verlossing komen. En dat is een goedje, dat schuld, dat zullen ze nooit van zichzelf laten afpakken. Nee. De huisman, de vroedman had je op een gegeven moment in de 70e jaren. Ik denk die feminisering van de man heeft natuurlijk een vreedzamer maatschappij opgeleverd, maar wel een kwetsbaarder maatschappij. Maar ook weer een sterkere maatschappij. Hoe meer vrouwenrechten er zijn, de landen met de meeste vrouwenrechten zijn het sterkst op technologisch gebied, op wetenschappelijk gebied. Dus ook op militair gebied. Hè. Langer nadenken, dat is, werkt beter op het slagveld dan heel het zo vooruitstormen natuurlijk. En ik denk dat het op zich dat goed is. De gefeminiseerde man is succesvoller dan de maatschappij. Die term bevalt me echt helemaal niks.
gefeminiseerd. Ik weet ook helemaal niet of ik wel gefeminiseerd ben of niet. Dat heb ik geen idee. Jij wel, een beetje. Nou, een heel klein beetje ben ik gewend. Mag ik nog een biertje? Indianen, ik heb nog. Ik wil ook nog een tweede, wil ik ook nog wel. Mannen uit Europa, Noordwest-Europa, zijn dat aardige mannen? Tegen vrouwen over het algemeen wel, ja. Slappe mannen? Ja. Nou ja, ik weet het niet. Wel effectief zijn ze. Wat ik zeg, lang nadenken is effectiever dan heel lang op je borst trommelen. En je kan een tijd kan je heel geavanceerde F-16's maken. Als je heel lang nadenkt. Dus ze zijn wel effectief. Macho-maatschappijen zijn meestal niet heel erg succesvol. Nee. Maar dat thema wil je niet loslaten? Nee. Nee. Ben jij dat of ben ik dat? Heb ik nou... Dat ben jij. Ik zie u volgende week terug en dan hebben we Sharon Gesterhuis hier. En ik raad u dan aan om zeker te kijken, want dat wordt een hele bijzondere uitzending.